Ja, ik denk dat eigenlijk als je het hebt over het verschil tussen programmeren en computational thinking, dat het stukje doe dit, doe dat, is het programmeren. En het, als je het hebt over ook het eerst onderzoeken van wat wil je nou bereiken en zijn er misschien niet al deeloplossingen die je kunt gebruiken of verschillende strategieën die je kunt gebruiken. Ik bedoel, een probleem kun je op allerlei verschillende manieren oplossen. Dat hoeft niet per se met Scratch. Ik bedoel, er zijn heel veel tools die eigenlijk een oplossing geven waar je dan iets op in moet stellen of iets moet configureren of iets moet toevoegen, zodat je tot een oplossing komt. Dus ook het zoeken naar verschillende strategieën, het onderzoeken van verschillende manieren waarop je iets op kunt lossen, dat is deel van computational thinking. En niet dat je alleen maar een stukje code schrijft in die taal en op die manier, totdat je komt tot die oplossing, dat is programmeren in een bepaalde taal, in een bepaalde context.